soldaten, in deze video ga ik een volledig Rulebreakers team bouwen en probeer ik er een potje mee te winnen. Maar eerst staan deze jongens klaar, de player picks van rank 2 in de Weekend League. We gaan eens kijken of hier ergens een kleine Neymar in kan schuilen. Ik had in mijn Instagram story van @WallyArmy, dus het FIFA account, gevraagd in welke van deze drie daadwerkelijk Neymar zit. De meeste mensen dachten dat player pick 2 de one zou zijn. Hier moet een ik ga trouwens R3 doen, wacht. Ja, R3 en dan R2. Had ik van tevoren al bepaald, maar was ik bijna vergeten. Dus ik klik nu op R3 en dan zou het goed moeten gaan. Speler 1 is niet Neymar, dat is duidelijk. Volgende speler is nog slechter. De derde, de vierde, de vijfde. Nou, weet je, Everton, ja. We gaan voor een Braziliaanse linksbuiten, maar niet de Braziliaanse linksbuiten. Oké, we gaan verder met nummer 3. Dus weer het scherm, een blur eroverheen. Ik klik op R3. En hoe leuk zou het zijn als de allereerste kaart meteen Neymar is. White is het, oké. 4-star weak foot. Dan Norman. Oké, volgende. Hij heeft 95 pace, oké. De vierde speler. En de vijfde is Acuña. Nou ja, kan hij centrale middenvelder spelen misschien? Hoog, 4-star skills. Vorig jaar had hij die festival of football kaart op het einde van FIFA. Die best wel heel erg goed was. En nou ja, deze zou misschien in-game dan wel een keer op die centrale middenveldpositie kunnen staan. Laatste player pick. Het laatste voor het beste bewaard. We klikken weer op R3. En dan gaan we eens kijken. Speler 1 is Zuma. Met 70 pace. Hij heeft echt gekke jumping. 95. En hij is al 1,90 meter. Dus mocht je van voorzetten en corners houden, kies dan Zuma. Speler 2. Kan hij één keer niet in mijn player pick, zegt die Norman. Volgende is Neymar. Weer die 95 pace Japaner. Ik heb een heel goed gevoel dat de volgende speler... Ik ga mijn zin niet eens afmaken. Het is toch geen... Nee, oké. Laatste speler. Weer die Everton. Heb ik nou echt serieus hier mijn weekend League voor gespeeld. Nou, ik heb nog een Team of the Week pack, dus blijf vooral kijken. We gaan voor Zuma, of dan toch die... Nee, het wordt Zuma. Oké, dit zijn de pakketjes die klaarstaan. En deze hier garandeert mij borden en kwam uit een dagelijkse SBC. De rest is volgens mij Weekend League Rewards, als ik het goed zeg. Deze bewaar ik dan nog even. En de 100k pack ook. We beginnen bij de zeldzame gemengde spelers pack. En ik ga dus dadelijk dat hele team laten zien dat ik heb gebouwd met Rulebreakers, want daar gaat de video over. Maar ik wil gewoon even kijken of ik misschien nog een beetje geluk kan hebben. En het leuke is dat alle spelers uit de MLS, Eredivisie en Ligue 1 een beetje waarde hebben. Want er zijn nu League SBC's. Spaans. Wie kan dit zijn? Luis Alberto. Met 66 PS, maar ik kan wel goed passen. Mocht je nou van de Bronze Pack Method houden, die schijnt nu best wel goed te zijn. Hier, kijk, Verratti. Dat is mooi meegenomen, want ik ga nog één SBC doen voor een speler die zometeen in dat team komt te staan. Dan de Mega Pack. En de beschrijving daarvan, daar staat altijd in de grootste pack tot nu toe. Het is Ronaldo. Nee, Bruno Fernandes. Nou ja, in principe niet misselijk. Laten we zeggen een ruime 20k. Dus het is nog iets. We gaan goed met de walkouts. En dan te beseffen dat hier nog een 100k packje staat. De 100k pack is Acerbi. Geen Neymar in de player picks. Maar heel misschien wel in de premium Team of the Week pack. Ik ga hier gewoon kijken. Het is een walkout. Argentijns. Spits Alvarez van River Plate. Oei. Ja, de kaart is nog redelijk. Alleen, ik ga hem niet gebruiken. Nee. Tata Ruzanu, de legende van AC Milan. Nu het Rulebreakers team laten zien wat ik heb gebouwd. En nou, de chemistry ligt niet heel hoog. Maar er staan wel een paar toppertjes in. Dus daar gaan we. Nog voordat ik je het daadwerkelijke team van deze video ga laten zien, is hier de SBC van Nicolo Zaniolo. Die moest ik nog doen. En de spelers die ik dan net kreeg uit Rewards hebben mij weer een beetje geholpen. Want hier gaat Tata Ruzanu als keeper ingeleverd worden bij een verder heel erg goedkoop team. We krijgen nog 2 packs terug. En je gaat ze alleen maar zien als er iets goeds in zit. Tweede team, 84 rated. Ja, nou ja, ook deze kost heel erg weinig. Zaniolo, ja, is geen geweldige kaart. Maar binnen dit team past hij perfect. Italiaans cam van Roma FC, zoals het in FIFA heet. Ja, zijn stats zijn best goed. Dan ga je kijken naar de skill moves en de weak foot. En blijkt het toch allemaal redelijk tegen te vallen. Daar zijn we dan. Rulebreakers FC. En natuurlijk staat de zojuist vrijgespeelde Zaniolo er al in. De bank is behoorlijk gestekt. Hier zit ook Steven Bergwijn. En die objective is echt zo makkelijk dat ik iedereen aan kan raken.
aanraden om de Nederlander vrij te spelen, aangezien deze kaart uiteindelijk naar 99 pace toe gaat. Op doel kun je waarschijnlijk wel raden wie erin staat. Het is namelijk de enige Rulebreakers keeper. Discard waarde 10.7k Anthony Lopez, die vooral heel veel reflexen heeft. Alleen hij is maar 1,84 meter, wat dus ja, niet heel veel is qua lengte. Dus de reflexen moeten hem een beetje gaan helpen. Op rechtsback hebben we de enige speler in het elftal die geen dynamic pick heeft, namelijk Ander Kappa. 18.7k voor neer moeten tellen. Hij heeft hoog en zijn pace is redelijk. Verdedigend goed, dribbles eigenlijk best wel prima voor een back. En zijn kracht is ook redelijk, dus dat is al heel aardig. De eerste centerback is een centerback die je al vaker voorbij hebt zien komen, namelijk Dante. Zoals je weet, de oudste speler in Ligue 1, al 49 keer meegespeeld. En hij is best goed. Zeker niet geweldig, maar best wel goed. 1,89 meter laag hoog, 4 star weak foot, prima pace, dribbel is goed. En dan de verdedigende stats. Kunnen ermee door. En 92 kracht. Zijn partner in crime is ook weer niet per se een kaart om je vingers bij af te likken. Sebastian Coates. 13.2k speelt bij Sporting in Portugal. 1,96 meter. Dus het is een beest. Alleen hij is niet heel snel. Kracht heeft hij wel. Verdedigend goed. 93 reactions en 95 composure. De linksback. Plot twist is geen linksback. Het is namelijk een linksmidden in de vorm van Gosens. En het fijne is dat hij eigenlijk linksmidden kan staan. Linksback. Center mid. Center back zou ook nog kunnen. De veelzijdigheid van hem komt even goed van pas. Was een SBC. Heb ik laatst op stream dus gedaan. Kostte volgens mij niet heel veel coins. 3-star hoog. Je kunt dus ook een aanvallendere versie van hem kiezen. Met meer shooting. Alleen hij heeft een 3-star. En daarom zou ik nooit die versie kiezen. Want ja, een speler die mee naar voren gaat met een 3-star is heel erg voorspelbaar. En dan heb ik liever deze kaart die een beetje kan verdedigen. En goede stamina, kracht prima. Dus Gosens is wel een van de spelers in het elftal waar ik zeker op kan vertrouwen. Volgende speler is een speler die dus langzaam is, maar toch redelijk snel aanvoelt. Marco Verratti van PSG. Normaal hoog, 4-star, kostte wel weer iets meer coins, die SBC. Maar ik heb hem met plezier gedaan. Ja, dribbel geweldig. Verdedigend goed, veel stamina. En ja, die 83 kracht, zo voelt het niet aangezien hij dus ja, vrij klein is. Maar toch, goede stats buiten de pace. En de volgende CVM is een center mid die eigenlijk ook ja, mee naar voren kan, mee terug kan. Hij heeft een geweldige lengte. Had ooit een hele grote afro en nu heeft hij wat minder haar. Maar nog steeds is het Marouane Fellaini, de Belg. Volgens mij een redelijke cultheld in België. Ik kreeg een DM van iemand die mij dat zei van, oh, voor ons een cultheld. Shout-out naar mijn Belgische kijkers. 3-star, normaal. Maar dus die 1,94 meter. Pace is goed, schot is goed. En vandaar kan die dus in principe ook een beetje voorin wat gevaar opleveren. Middelste cam, moet ik even nadenken. Oh ja, een Spanjaard. Ook een SBC. Het is Parejo, die ik echt, nou, last minute vrij speelde. Ik haalde hem toen hij er volgens mij nog maar een uur was. 3-star skills, 4-star weak foot. Lijkt heel erg veel op Llorente. In de zin van Spaanse center mid in La Liga met veel pace. En ik zou waarschijnlijk eerder Llorente halen dan Parejo. Eindelijk een Parejo met pace. Wel de juiste manier om zo'n Rulebreakers promo te gebruiken. En moet ik nog meer zeggen over zijn stats? Kijk ernaar. Hij kan een beetje schieten, passen, dribbles goed. Ook hier weer verdedigen niet geweldig. Maar Verratti is de middelste center mid. Hij moet voornamelijk gaan verdedigen. De volgende speler is Nkunku. Zou hij de allerbeste speler in het team zijn? Ik denk het wel. Hij heeft nu 29 wedstrijden voor de Wally Army gespeeld. Ook weer een SBC waarbij je kon kiezen tussen een aanvallende variant en een wat meer verdedigende variant. Of tenminste, ja, een variant die wat beter kan passen. Dat is deze. En 4-star skills, 3-star weak foot. Pace is goed, schot is oké. En zijn pass dus fenomenaal goede dribbel. En ja, een kaart die gewoon prima in je Weekend League elftal kan staan. Laatste speler is Antonio. De eerste keer dat ik hem gebruikte in een video speelde hij geweldig. En vanuit daar is het eigenlijk alleen maar minder geworden. En nu gebruik ik hem nog hier en daar voor objectives. 4-star skills, 3-star weak foot, hoog normaal. Hij was trouwens zelf ook een objective. Dus ja, uiteindelijk. Ik heb er geen coins voor uit hoeven te geven. Gelukkig maar. Ja, pace redelijk. Schot zorg goed. Pass oké. Dribbles oké. En hij heeft nog steeds 80 kracht. Was wel een beetje gedowngrade. Maar 80 is niet weinig voor een spits. En dan tot slot Nicolo Zaniolo. Hoog normaal. 1,90 meter. Dat is echt een grote speler. Alleen de skill moves en weak foot zijn te matig eigenlijk om hem echt te gebruiken in de Weekend League, vind ik dan. Op zich, aardig pace. Schot is ook goed. Pass is meer dan goed. Dribbel na lenigheid balans zijn eigenlijk best hoog voor een speler met 1,90 meter als lengte. Hij heeft 91 kracht. En eigenlijk is deze kaart op alle vlakken geüpgrade. Ja, zijn defending ging omlaag, maar daar geef je toch niks om bij Zaniolo. Dus het team is, ja, leuk qua kleurtjes. Alleen de chemistry is maar 50. De enige spelers die een oranje linkje geven zijn Lopez naar Dante, naar Verratti, naar Zaniolo. En de rest staat dus op meestal 3 chemistry. En ik heb Gosens op 2 teamgeest staan. Als ik hiermee kan winnen in Division
Asian Rivals, zou dat heel erg vet zijn. Daar gaan we. Hij heeft Rulebreakers Arnautovic. Oh, het is een Duitser. Dat maakt hij goed duidelijk. En Tony, had hij dat? Ja? Make even. Goal. Wie zei... Hey, gaat hij race quitten? Verrat die scoort. Wie zei dat je 100 chem misschien moest halen om wedstrijden te winnen? Oké, okay, nou dat gaat wel erg makkelijk. Schade Deutschland, alles is voorbij. We gaan voor de back-to-back overwinning, terwijl ik daar Zaniolo als captain zie staan naast Lopez. We gaan voor de 2-0 Oli in FC. Hij heeft Neymar, rode Vinicius. En voor de tweede keer hebben we een rulebreaker tegen. Vinicius en het schot, Lopez. Ik klik volgens mij alle knoppen tegelijk in, maar de Portugees houdt tegen. Ronaldo schiet en hoe kan die scoren? Met zijn weak foot. En nu op links, Zaniolo wijst. En ja, goede paas, kom. En Koko moet erin. Ik kan dit niet choken. Lopje. Ja. Dan heel even schieten alle gedachten door je hoofd heen van wat nou als ik dit serieus laat liggen. Maar nee, Christopher, of mag ik Chris zeggen, scoort de 1-1. Hij is echt on fire bij Leipzig, hè. Nu ook weer in vorm gepakt, dit team of the week, die bijna even goed is als de rulebreakers. Dus weer typerend, ben ik mijn coins weer kwijt. Nu een corner, is weer een mogelijkheid voor mij om te schakelen als ik de bal heb. Nou, Lopez is zo klein. Dat is echt irritant. Want als daar Donnarumma of mijn favoriete rode keeper Lafont staat, dan pakt hij hem gewoon. Oké, okay, prima kopbal, maar nou ja, weet je, dat scheelt gewoon een paar centimeters in lengte. Even één kans. Fellaini. Geen buitenspel. Zaniolo. Nee. Het was gewoon serieus geen buitenspel. Als ik daar gewoon normaal deed, was het nu 2-2 geweest. Ja? Ja? Moet erin. Scoren. Ref. Ja, en of. En dat mag gewoon rood zijn wat mij betreft, want het is gewoon een doorgebroken speler. We gaan geen Panenka doen. We gaan hem links schieten. Yes, alsnog zijn goal. Capitano Zaniolo. En wacht, je kunt geen rivals verlengingen krijgen. Oh, dat is jammer. Maar dan kan ik misschien nog winnen binnen de 10 minuten die resterend zijn. Parejo. Fellaini. Voor de winnende Fellaini. Nee. Dan gaat het gewoon eindigen in een gelijkspel. Dit meen ik niet. Ik kan echt... Ik verlies. Leuk man, met je Ronaldo. Leuk. Nee, prima. Klasse. Klasse gedaan. Geweldig. Vond je deze video leuk? Dan weet ik zeker dat je deze hier ook wat vindt. Want hierin pak ik Lionel Messi. Bizar. Dus klik hier. Dankjewel. En tot de volgende. Houden we.